eens rond in het hoge land. Wat bent u hier aan het doen? Ja, roken. Maar waarom bent u hier aan het roken? Nou, dit is een rookhok. Dus op het moment dat ik ergens anders ga zitten roken, krijg ik dat gelijk weer, hè? Maar u weet toch dat roken hartstikke schadelijk voor u is? U krijgt hart- en vaatziektes en zelfs uw ongeboren kinderen die roken met u mee. Ja, nou ja, mijn kinderen zijn al groot, dus dat is het probleem niet. Nou, maar het staat zelfs ook letterlijk op de verpakkings. Roken is dodelijk. Stop nu. Ja, dat zijn mijn huisarts ook al, dat weet ik. Kortademig hoesten. Ik als vertegenwoordiger van Clean Air Nederland voelde mij geroepen om naar dit rokershok te komen. Nou, daar bent u dan, hè? Nou, dit is gewoon een teken. Ik zou zeggen, weet u wat? U moet er gewoon niet meer doen. Gewoon stoppen. Zo. Hupsakee. Niet meer doen. Nee, gewoon. Nee, niet meer doen. Nee. Nou, ik ben hartstikke trots op u. Ik zeg, missie volbracht. Nou, fijn. Nou, hou vol, hè? Ja, hoor. Houd moed. Ja. Goed zo. Doe ik. Nou, dag hoor. Ja, dag hoor. Joe Hans, ik heb er weer een. Waarom is het toch voor heel veel mensen zo moeilijk om te stoppen met roken? Nou, je hebt natuurlijk de fysieke verslaving. Als je niet rookt, dan mist je lijf een stofje. En dan wil je lijf weer de nicotine hebben. Dus dan word je onrustig. En als je onrustig wordt als roker, dan denk je vaak aan roken. Dus dat je weer een sigaret wil. Maar weet je, we zijn ook gewoontedieren. Dus het sigaretje bij het opstaan, na het eten, bij het wachten. Als je gewend bent om dat te doen, dan moet je weer andere gewoontes aanmaken. En dat is best lastig voor heel veel mensen. Ja, om dat te doorbreken. Ja. Er zijn mensen die stoppen in één keer en die hebben nergens last van. Er zijn ook mensen die, ja, die hebben het idee dat ze er nooit van afkomen. Ja, ja. Wat voor mogelijkheden zijn er dan voor bijvoorbeeld de inwoners van het Hoge Land om te kijken naar begeleidingsmogelijkheden om te stoppen met roken? Ja. Nou, ze kunnen ons gewoon even bellen en dan kijken we naar wie iemand is en wat die persoon nodig heeft. Maar we hebben individuele mogelijkheden en ook groepsmogelijkheden. Groepsbijeenkomsten, een aantal groepsbijeenkomsten waarin we mensen begeleiden en coachen om het vol te houden. En dan kijken we naar wat moet je op moeilijke momenten doen. Hoe ga je om met alcohol? Want alcohol zorgt ook vaak voor terugval bij mensen die gestopt zijn met roken. Okay. Dus allemaal thema's waar we naar kijken om te zorgen dat mensen gestopt blijven. Gezond in het hoge land.